Hobbycentrum Nijmegen hield zondag een open dag. Geïnteresseerden konden een dag meekijken met wat er allemaal gedaan wordt in het centrum aan de Sint-Hubertusstraat en mochten zelf gratis komen hobbyën. Het hobbycentrum opende 37 jaar geleden onder een station en zit inmiddels alweer ruim 15 jaar in het huidige gebouw. Iedereen van boven de 18 kan er tegen betaling zijn of haar hobby komen uitvoeren. Vrijwilligers helpen daarbij. Zo kan je komen houtwerken, zijn er computertrainingen en is er bijvoorbeeld een breicafé. Groesbeek stond afgelopen weekend in het teken van bier. Twee dagen lang werd de vierde editie van de Bierfeesten gehouden. Zaterdag werd er een bierfestival georganiseerd en zondag was er een optocht waarbij bierwagens een ronde maakten door het dorpscentrum. Zondagavond werd het weekend afgesloten met een groot feest op het Marktplein in het centrum, waar zowel Nederlandse als Duitse slagerartiesten kwamen optreden. Bij het Citadel College in Lent zijn op twee verdiepingen stutpalen geplaatst om zo te garanderen dat de boel niet instort. Tussen de tweede en derde verdieping van de middelbare school zit een 7 meter lange scheur in een betonplaat. Al met Pasen was deze bij toeval door een monteur ontdekt tijdens het onderhoud. Sinds die tijd ondersteunen stutpalen in twee klaslokalen op één verdieping het plafond. Nu staan er sinds afgelopen donderdag ook stutpalen op de twee andere verdiepingen. De nieuwe stutpalen zijn een extra garantie. De veiligheid van de leerlingen is volgens rector Wouter Middendorp niet in gevaar geweest. Elke 10 minuten een trein naar Amsterdam. Als het aan de NS ligt, is dat over 5 jaar werkelijkheid. Momenteel loopt er een pilot met 6 treinen per uur tussen Eindhoven en Amsterdam. Als die proef bevalt, gaan de treinen vanaf Nijmegen ook spoorboekloos rijden, zoals de NS dat noemt. Dat zou wel betekenen dat het treinstation van Nijmegen uitgebreid moet worden. Er zouden 2 perrons bijgebouwd moeten worden om de extra treinen aan te kunnen. Ook moeten de stations van Driebergen-Zeist en Arnhem aangepast worden. Alleen de ingreep bij station Arnhem zal al 100 miljoen euro kosten. En dat geld is er nog niet. Maandag was de warmste 16 oktober ooit, maar in het centrum van Nijmegen was dat niet te zien. In de Moenestraat bijvoorbeeld, daar hangt namelijk de kerstversiering al. Een witte kerst leek met temperaturen van 25 graden ver weg, maar misschien kan er wel gesproken worden van een wit-hete kerst.